Great Communicator. We staan hier bij de Big Improvement Dag. Wat is jouw rol hierin? Ik coach vandaag de mensen en ik help hun om hun pitch beter neer te zetten. Oh my god, another coach. Daar hebben we er al duizenden van. Wat maakt jou anders? Dat klopt. Ik ben een verhalenbevrijder. Ik zie wat de potentie is bij mensen voor hun verhaal en ik help dat eruit te laten komen. Nou, zou ik normaal zo sceptisch zijn als de pest, maar ik heb vanochtend in jouw meeting gezeten en ik was eigenlijk, ik had niks van verwacht, maar er waren drie leuke punten die jij aanbracht waarvan ik dacht, god, dat zijn vragen die ik moeilijk kan beantwoorden. Wat waren die drie punten? Het zijn drie principes om jezelf meer neer te zetten als een magneet voor je doelgroep. Eerste principe is, vertel waarom je doet wat je doet, in plaats van wat je doet. Niet over je product, maar over je doel, over je drijfveren. Exact dat. Tweede is, maak je verhaal sticky. Dus vertel een verhaal erbij, gebruik beeldspraak. Maak het gewoon plakkerig, dat mensen denken, hey, ik heb jou onthouden. Ja, dat zijn vooral beelden en woorden en uitdrukkingen en veel minder lange zinnen en vooral minder en krachtiger. Precies dat. Okay. Derde? Derde is, vertel het aan je moeder. Ik merk zelf, als ik vertel aan mijn moeder wat ik doe, dan ga ik het opeens beter uitleggen. En dan ga ik het met trots vertellen en dan ga ik niet overdrijven. En vaak zie je dat als mensen voor de camera gaan staan, dan wordt het een beetje een gestyled verhaal. En dat willen we niet meer zien. We willen een authentieke verhaal. Dus vandaar, vertel het aan je moeder. Ja, ik hoorde dat een van jouw klanten was TEDx, zeg maar. Welke TEDx begeleid je? Verschillende. TEDx Amsterdam, Utrecht, daar begeleiden wij als Great Communicators de sprekers. Maar ook vorige week voor TEDx Barcelona bezig geweest. Dus dat gaat goed. De hele wereld door. Hey, en wie is Great Communicator? Wat zit daar? Wie zijn dat? We hebben het opgericht met z'n drieën en we zijn inmiddels met z'n tienen. En wij geloven dat de wereld wacht op veranderende verhalen. En daar zitten mensen aan vast en die moeten leren om beter hun verhaal in de wereld neer te zetten. En daar helpen we ze mee. Hoe lang bestaan je al? 3 jaar. Okay. En wat is je achtergrond? Ik ben van huis uit filmmaker. En daar ben je natuurlijk ook al bezig met verhalen. En ik zag dat er veel meer voor nodig is om een verhaal goed over te brengen dan alleen maar te helpen met het verhaal. Dus ook bijvoorbeeld non-verbaal, maar ook wat je denkt, hoe je denkt over je product en over jezelf. Erg belangrijk. Je deed het leuk, er zijn er heel veel, maar je deed het hartstikke leuk. Hey, hoe kom je bij die Big Improvement Dag groep terecht? Ik ben gevraagd door Godfried. Hij was een keertje wezen filmen bij mijn training, maakte daar een documentaire over. En toen vroeg hij of ik mee wilde doen. Vind je ervan zover? Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk de combinatie van een stylist, een beautycoach, ik en leuke mensen, leuke ondernemers. En een video maken. Precies, dat je ook dat oplevert. Okay. Dankjewel.